hard voor gewerkt de afgelopen maanden. En dan denk je wat verder te zijn, en dan hoop je wat verder te zijn. En dan, ja, dan zit je elkaar weer aan te koekeloeren en dan staat het 4-6 op bord. Ja, Marinus Dijkhuis, wat heb jij in de kleedkamer zojuist aangetroffen? Want ik kan me voorstellen dat dit hard aankomt. Ja, teleurstelling natuurlijk. Hè? Bij jezelf, bij iedereen, met de staf, met de spelers. Je hebt er hard voor gewerkt de afgelopen maanden. En dan denk je wat verder te zijn, en dan hoop je wat verder te zijn. En dan, ja, dan zit je elkaar weer aan te koekeloeren en dan staat het 4-6 op bord. Kunnen ze het dan gewoon niet? Want je hebt inderdaad vanaf dag 1 geprobeerd om die verdediging op orde te krijgen. Vorig jaar weten we het, al die tegendoelpunten. Ja, als je dit vandaag zag. Nou ja, je ziet dat we er inderdaad kwetsbaar in zijn, dat we het niet kunnen. We hebben ook een aantal wedstrijden in de voorbereiding ook, hebben we het wel prima voor elkaar gehad. Dus het is niet zo, en vorige week ook. Het is niet zo dat we het niet kunnen, alleen we zijn daar niet stabiel genoeg in. En of dat dan ja, een mentale kwestie is, of inderdaad afspraken of kwaliteit. Ja, helaas zijn we nog niet zover. En dat is de meest teleurstellende conclusie natuurlijk van vandaag. Ja, dat had ik niet verwacht dit. Ja, want gaat dat inderdaad misschien tussen de oren zitten, dat wat er vorig jaar gebeurd is? Want je ziet het toch wel gebeuren, 3-2 en... Ja, binnen een mum van tijd. Ja, klopt. En dan ging natuurlijk ook nog de bal van Mitchell helemaal fout en die gelijk afgestraft werd. Dus alles sloog er ook gelijk in. En natuurlijk is het dan, dat zijn altijd mentale dingetjes ook. Dat hoort ook bij de sport. Ja, en dat is moeilijk om daar overheen te zetten. Aan de andere kant vond ik de tweede helft wel dat ze het overheen zetten. En ook na de 1-0 zetten ze het overheen. En de tweede helft speel je oké. En vergeet je de 4-4 te maken. En ik had eigenlijk kwartier van tijd nog steeds het gevoel, we kunnen deze wedstrijd winnen. Omdat we meer controle hadden. Maar we hebben een paar ballen van de lijn gehaald volgens mij. Toen was het net niet voor de goal. Ja, want aanvallend doe je denk ik wel wat je in deze wedstrijd verwacht. Niet alleen qua doelpunten, maar bij bepaalde aanvallen zagen er gewoon prima uit. Maar verdedigend, ga je aandringen op versterking achterin? Nou ja, het is voor mij al bekend dat we steeds de wensen hebben om nog een centraal verdediger bij te halen. En dat is niet onveranderd na vorige week als we 6-1 winnen. En dat is niet onveranderd als we 6-4 verliezen. Dus ja... we hadden daarvoor Cameron Humphries erbij extra. Dus we hebben daar niemand voor kunnen halen tot op heden. Dus dat blijft nog steeds een wensje. Ben je ook nog wel op zoek naar die mix? Je hebt in de voorbereiding ook geprobeerd, wel eens met Mats Wiever. Sander Fischer kan er natuurlijk spelen. Ben je nou er ja, toch op zoek? Ik heb natuurlijk keuze gemaakt voor Thomas en Hervé. En die hebben het best behoorlijk gedaan. Dus om dat na een wedstrijd om te gooien, dat zat ik ook niet in elkaar. Dus dat vind ik altijd een beetje makkelijk. Het ligt ook aan het hele team. Zes goals tegen elkaar, dat ligt niet alleen aan een centraal duo, zeker niet. Dus dat ligt ook, vind ik, een stukje in het middenveld centraal. Dus wat dat betreft is dat niet makkelijk te aanwijzen op één pijnpunt. Moet je wel bijvoorbeeld zo'n jongen, Mitchell van Rooyen, dat is wel een cruciaal moment, hè, die 3-2-3-3. Ik weet niet of die misschien wel gecoacht werd of niet gecoacht werd. Dat is natuurlijk ook wel een belangrijk aspect, maar ik kan me wel voorstellen, zo'n nieuwe jongen, een jonge jongen, dat je die misschien extra deze week even bij moet hebben qua zelfvertrouwen. Ja, Mitchell is wel een jongen die al veel ervaring heeft op eerste divisie niveau. Dus daar moet ik eerlijk zeggen, daar zit ik niet over. Natuurlijk heb je over dat soort dingen. En dat was een hele onbegrijpelijke bal en dat vond hij zelf ook aan zijn reactie zien. Dus het is niet zo dat die jongen gelijk daar mentaal doorheen zit, maar dat is even een tikkie. Wat ga je doen richting Dordrecht? Want ik kan me wel voorstellen dat deze week wel wat werk aan de winkel is. Nou ja, ik zat niks. Ga je het juist benoemen? Ik benoem het altijd. Want ik bepaalde structuur heb ik aangebracht. En dan in mijn besprekingen aan de voorkant hebben we het over dingen. En die ga ik altijd aan de achterkant weer met elkaar bespreken. Dus niet zo dat het een hele andere nabespreking wordt. Gewoon dezelfde dingen benoemen waar we afgesproken hebben. En hoe hun dat ervaren. Dus probeer altijd een wisselwerking in te krijgen. Ja, gelukkig hebben we maar 4 dagen dat we gelijk weer mogen voetballen, dus ik vind dat wel fijn. Dit was nu een hele lange week. Nou, we hebben veel dingen kunnen trainen. Volgende week hebben we niet veel tijd, dus zo mentaal oplappen en zorgen dat we het echt door dat weer staan.